Wie van Aleppo naar Palmyra rijdt, rijdt vrijwel het hele stuk door een dorre woestijn. Maar in Palmyra waren er bronnen en daarom wordt de oase hier zeker al 3000 jaar bewoond. De Romeinen bouwden hier zelfs een complete stad. En dit is hun grootste tempel, de Tempel van Bel. De restanten zien er nog heel imposant uit en dat is niet zo vreemd, want Palmyra was toen een knooppunt van belangrijke karavaanroutes en er werd veel geld verdiend. De cella, hoofdgebouw en gebedshal van de tempel, ligt midden in de gigantische tempelhof. Een vierkant met zijden van 250 meter lengte. De cella was het heiligste deel van de tempel, waar de hoofdgod Bel werd aanbeden, wat meester betekent, en de wat mindere goden Yaribol en Aglibol. Tand des tijds heeft Bel en zijn tempel niet gespaard. En na het verval van het Romeinse Rijk werd de cella eerst als kerk en later als moskee gebruikt. Maar bij de ingang van de cella zijn nog steeds mooie Romeinse reliefs te bewonderen. Vanaf de hoge muren rond het tempelcomplex heb je uitzicht op de oase en de andere Romeinse overblijfselen in Palmyra. Deze monumentale poort was de hoofdingang van de stad en erachter strekt zich de vrijwel rechte 750 meter lange hoofdstraat uit. Door deze brede straat, aan weerskanten geflankeerd door honderden machtige zuilen, trokken vroeger de karavanen de handelstad binnen. Tegenwoordig is de handel beperkt tot een paar kraampjes voor bezoekers, maar die brengen toch een beetje kleur en sfeer terug tussen de stille getuigen van vervlogen tijden. Ook de kamelen zijn nooit helemaal verdwenen en ook die helpen mee aan je beeldvorming van hoe het er hier vroeger moet hebben uitgezien. Natuurlijk willen de kameelmannen graag dat je een ritje maakt. Maar als je uitlegt dat je hoogtevrees hebt, hebben ze daar wel begrip voor. En gelukkig zijn er altijd wel helden en heldinnen die geen last van hoogtevrees hebben of zo'n groot schommelend beest. Hey, hij was gedaan!
Andere lieden volgen ons op de voet door het hele complex om toch maar hun koopwaar aan de man te brengen. Maar ook de kameelmannen blijven met regelmaat hun rijdieren onze kant op sturen. Zo'n 400 meter van de hoofdpoort, waar op een kruispunt de Tetrapiloon staat, een monument met vier groepen van vier zuilen, kom je in het achterste deel van de stad, waar in de 4e eeuw keizer Diocletianus zijn militaire kamp liet bouwen. In de verte houdt het sombere kasteel van Palmyra vanaf zijn steile vulkanische zetel de wacht over de stad in de vlakte. Maar de Romeinen hebben dit fort nooit gezien, want het werd pas in de 17e eeuw door een Libanese emir gebouwd. Je kunt Palmyra ook bekijken vanuit een groene luchtballon. Maar ook met een gele ballon moet het prachtig zijn om stilletjes over de antieke stad te drijven. In onze planning passen geen luchtballonnen. Voor we naar Damascus vertrekken, stoppen we nog wel even bij de Romeinse graftorens in de heuvels achter de stad. Hier werden de doden niet in de grond begraven, maar in hoge torens bijgezet. Binnen hebben de torens gebeeldhouwde portalen en fraai gedecoreerde plafonds. De tombes werkten met een soort cassettesysteem, waarbij de overledenen elk op hun eigen marmeren plaat boven elkaar in nissen werden geschoven. Zo'n cassette werd afgesloten met een stenen plaat met een beeldenis van de overledene. Op die manier konden tot soms wel 300 mensen in een toren worden bijgezet. In de rijke familiegraven lieten de topmannen en vrouwen zich extra ophemelen met grotere beeldengroepen. Veel daarvan zijn inmiddels verhuisd naar het Nationale Museum in Damascus.